Hallo Hallo allemaal! Zoals ik net al zei, gaan we een spelletje doen vandaag. Juf Elvira en ik gaan het samen voordoen. En dan kan je het thuis met papa of mama of een broer of zus, kan je dit zelf nadoen. We gaan het spelletje doen met de paaseieren. Op het blad zie je een haas en een kuiken. Je kiest allebei één figuurtje uit. Dus ik kies bij deze, ik ben de haas. En dan ben ik het kuiken. Kijk, heel goed. Bij dit spel heb je kleurpotloden nodig. En twee dobbelstenen. Heel goed. Je gaat steeds om de beurt te gooien. De haas is steeds als eerst aan de beurt met gooien. Dus ik mag beginnen, want ik ben de haas. Ik ga gooien. En ik gooi een 5 en een 5. Dat is verliefde harten, dus ik weet het uit mijn hoofd. Dat is samen 10. Ik heb 10 gegooid, dat moet ik goed onthouden. Ik gooi 2 en 1, dat is samen 3. Wie heeft het meest gegooid? Ik had 10, juf Elvira heeft 3. Dat betekent ik heb het meest gegooid, dus ik mag mijn eerste ei gaan inkleuren. Zo, ik heb 1 ei ingekleurd en dan mag ik weer als eerste gaan gooien, want ik ben de haas. Ik gooi 5 en 3, dat is samen 8. En ik gooi 4 en 3, dat is samen 7. Wie heeft er nu het meest gegooid? Heel goed. De juf van groep 3C. En als je het meest gegooid hebt, mag je er weer in inkleuren. Zo. En weer begint de haas. Ik gooi een 6 en een 1, dat is 7. En ik gooi een 6 en een 3, dat is 9. Dus ik heb nu het meest. En weer begint de haas met gooien. Een 3 en een 2, dat is samen 5. Een 5 en een 4, dat is samen 9. Dus ik mag weer een ei inkleuren. Ik gooi een 6 en een 3. En ik een 6 en een 1, dat is samen 7. Ik had 6 en 3, dat is samen 9. Dus wie heeft er nou het meest? Dat ben ik. Je valide. Als je nou hetzelfde aantal hebt gegooid, dus je Elvira heeft 9 en ik heb 9, dan mag je allebei een ei inkleuren. 6 en 4, samen 10, verliefde harten. 3 en 5 samen 8. Juf Aline kleurt weer een ei in. Nu wordt het spannend, want het staat 5-5. Wie gaat er winnen? Ik ga beginnen met gooien. 1 en 3 is 4. 4 en 2 is samen 6. Dus ik mag weer een ei inkleuren. En wie heeft gewonnen? Ellebogbox. Van harte, juf Elvira. Dank je. Dit was het spelletje. We hopen dat je het leuk vond om te kijken. En dat je het nu vooral heel leuk zelf samen gaat spelen met papa of mama. Of je broer of zus. Veel succes en we zien je morgen weer bij een nieuw filmpje. Tot de volgende keer.